Dank je wel. Voor Nicky Terpstra was het een avond vol in de spotlights, maar een paar uur daarvoor rijdt hij zich nog alleen warm in de catacombe van Ahoy. Op dat moment was ik gewoon puur met de koers bezig en niet met de dingen eromheen nog. Hij heeft best wel veel hier op Sloten, de baan getraind. Fietsmolen hadden laten spuiten opnieuw. Voor het eerst dat ik, waren altijd zwart. Nou, op hier mooi wit met letters erop. Dus hij is wel nog helemaal gefocust om die laatste 6 dagen. Het gaat nog wel met Echi nog 6 dagen. Nou, dan kom je een beetje bij Nicky. Ik heb een paar 6 dagen heb je gewonnen. Vroeger krijg je daar zo'n winnaarsbordje nog van. Deze 2 zijn van Rotterdam, deze is van Amsterdam. Fotootje in actie. We deden dit is in diezelfde box die je net gezien hebt. Ongeveer hetzelfde, zeg maar. Erbij, de overwinnen met Iljo. Aan de start bij een Dennietje. Denny-wedstrijd. Joop Floor is al jarenlang de vaste verzorger van Terpstra tijdens de zesdaagse. Inmiddels is er dan ook een warme band ontstaan tussen Terpstra en Floor. Als verzorger, in het Frans dan soigneur, vind ik altijd een mooie woord, het Frans. Enige Frans dat ik ken trouwens. Maar, dan ben je inderdaad meer, dan ben je ook een vertrouwenspersoon. Wat is dat voor kerel? Hele speciale, maar vooral speciale steun altijd. Ik werk ook al heel lang samen met Joop en hij staat altijd voor me klaar. En, in goede, maar vooral ook in slechte tijden. En dan weet je wel wat je aan mensen hebt in slechte tijden en wie je vrienden zijn. En Joop die heeft wel voor me klaar gestaan. We krijgen gesprekken met elkaar die best wel ver gaan, ja, over het fietsen, maar ook over privé en ook over andere dingen. En waar die gesprekken ook over gingen, is over het moment dat Terpstra gaat stoppen met wielrennen. Van de zomer kreeg ik een telefoontje. En eigenlijk over koetjes en kalven. Toen zei hij, ja, hij zegt, ik ga stoppen. Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, eigenlijk gefeliciteerd. Want het is echt een hele moeilijke beslissing. Dat was voor het allemaal in de pers kwam. Nou, hij zit een tijdje wel. Dus ja, oké. Okay. En nu het andere leven. En dat gaat een leven zonder druk worden. De afgelopen 20 jaar stond de druk bij Terpstra en de familie er behoorlijk op. Het topsportleven, daar staat altijd druk op. Want er moet gewoon gepresteerd worden. Dus ook op de familie staat gewoon druk. Altijd. En dat gaat gewoon anders en relaxter zijn. Ga je missen? Ja. Ja. En wat dan? Wat? Een beetje kippenvel. Ja, het gevoel is dat. Het gevoel. Maar ik kan het ook heel goed plaatsen en wel, denk ik, in je hoofd houden van wat het geweest is en dat koesteren. Ik denk dat je dat moet doen. En dat doet hij ook. Kijk, ik ga nog steeds veel fietsen, ik ga gravelwedstrijden rijden. Dat is allemaal op een veel lager niveau dan dat ik altijd gedaan heb. Ik ga leuke avonturen doen en minder druk.